Hallo, hallo, hallo. Welkom bij een nieuw filmpje. Ik ga je vandaag mijn opgemaakte producten laten zien van de maand maart. Het zijn er weer best wel veel. Halverwege de maand dacht ik van, oh, ik heb helemaal niet zoveel producten om te laten zien deze maand. Maar echt de laatste dagen voordat ik dit filmpje op ging nemen, kwamen er echt 3, 4, 5 producten bij. 5 denk ik zelfs. Geen 3, 4, 5, maar 5 producten letterlijk. En die ga ik je laten zien. Ik begin gewoon eventjes bij alle douchegels en badspullen. Wel dat er eigenlijk gewoon te veel zijn om. Even kijken hoor, het zijn er best veel wat ik al zei. Ik heb, begin even gewoon hier, een rice scrub opgemaakt van de Reachables. Er zat nog een laagje in en ik denk ik moet hem nou toch maar eens opmaken voordat hij niet meer lekker ruikt. Want dat hebben die dingen heel snel. Maar deze rook nog gewoon prima en ik denk ik moet hem nou op gaan maken. Ik vond hem heel erg lekker. Ik zal een beetje dichterbij komen zitten. Ik vond hem heel erg lekker. Hele grove scrubkorrel. En daar hou ik wel van. Ik koop hem wel een keertje opnieuw, maar voorlopig even nog niet. Geldt eigenlijk voor alles wat ik hier heb. Dan heb ik deze pak even samen een douchegel en een body butter opgemaakt van de Wild Argan Oil lijn van de Body Shop. Ik ben al mijn Body Shop. Oh, het ruikt zo lekker. Zo lekker. Ik ben al mijn Body Shop producten op aan het maken. Eigenlijk gewoon alles wat ik in mijn kast heb staan, want het is gewoon echt te veel. Dus ik koop even niks meer bij en ik maak het eerst op voordat ik nieuwe dingen koop. Deze vond ik echt heel erg lekker. Ik zeg dan heel veel producten van de Body Shop die op zijn, die koop ik nog een keer opnieuw. Maar in essentie koop ik alleen deze opnieuw. En die vitamine E body butter dan. En die smoke poppy en die glazed apple. Ja, weet ik niet. Die glazed apple heb ik trouwens al een keer opnieuw gekocht. Dus daar mag ik niks van zeggen. Maar ik had er meer opgemaakt. En deze koop ik er echt zeker van een keer opnieuw. Die blauwe bessen hoef ik niet opnieuw. Ik heb al dingen eerder opgemaakt. Twee doucheproducten van Balea. Dit is een douchepeeling met, ik ga er niet eens aan beginnen, met appel en kaneellucht, denk ik. Tenminste, ik zie hier een appel en een kaneel. Ik kan het uit Duits niet opmaken. Deze rook heel erg lekker. Het is een limited edition. Kan ik niet meer opnieuw kopen, maar echt een lekker winterluchtje. Een beetje zoals appeltaart, zeg maar, ruikt. Maar dan ietsje zoeter. Deze vond ik wel heel erg fijn. Dat, ondanks dat het een douchepeeling was en niet echt was bedoeld om te scrubben, heb ik hem wel als scrub gebruikt. Want dat is altijd best een grove korrel. Heel erg prettig. Een Balea douche en crème met maracuja duft. Ik ben hier van Balea altijd op de helft zat. En dan wil ik ze opmaken. En dat is met deze ook gebeurd. Want ja, hij was wel lekker, maar ik was een beu. Dus die gaat, ja, die is wel op, maar hij gaat weg. Een Dove Go Fresh douchecrème vind ik altijd lekker van Go Fresh. Ruikt heel lekker fris. Echt naar komkommers. Echt. Ja, je moet er wel van houden. Het is ook wel een beetje kruidig er doorheen. Maar deze vond ik dus echt heel erg geslaagd in zijn opzet. Twee haarproducten maar. Ja. Het is dezelfde lijn. Het Supreme Repair Mask en de 1 Minute Intensiviteitsmasker voor zeer droog haar. Ik vind de paarse lijn fijner. Dus ik koop vanaf nu ook alleen de paarse lijn. Dat zeg ik wel, maar deze is niet de paarse lijn in Nederland koop. Maar ik ga binnenkort vast weer een keer naar Frankrijk of zo. Dan koop ik hem opnieuw. Ik vond ze wel heel prettig, maar ik heb prettigere producten. Laat ik het zo zeggen. Allebei op. Blijf staan. Ook, daar lieg ik. Ik heb nog een haarproduct opgemaakt. Zo'n oil dingen. Ik moet uitkijken dat nou niet alles eruit loopt. Wat er nog in zit. Deze kocht ik in een setje van 4. Bij de Kruidvat. Doet niks voor mijn haar. Ik had er gehoopt, maar voor mijn haar doet sowieso al snel het iets niet, hoor. Dus dat valt tegen. Even kijken, dan heb ik nog heel suf een tandpasta opgemaakt. Ik koop deze sowieso niet opnieuw, want mijn moeder koopt mijn tandpasta's altijd. En dan was het ook begonnen met de douchegels en de shampoos, maar ik wilde zoveel hebben dat ik het gewoon zelf ben gaan kopen. Deze vond ik heel erg prettig, maakt de tanden optisch witter en ik denk dat ook wel klopt. Maar het is na een uurtje weer uitgewerkt. Wel heel erg prettig uit blauw. Dat is wel een beetje gek. Maar ach ja. Vond ik fijn. 4 gezichtsproducten. Dit is het Balea Aqua Serum. Vochtigheidsserum. Deze vind ik een heel fijn standaard basic serum. Ook wel een beetje voor de vette huid. Dat je ook net even wat meer voeding krijgt. En ja, deze vond ik voor mijn huidtype heel erg fijn. Geen rare dingen. Gewoon een simpel serum. En deze heb ik nog een paar op voorraad. En die blijf ik ook opnieuw kopen. Die vind ik echt geweldig.
Nivea Thermo Tiefenreiniger met warmte-effect. Dit is dus zo'n reiniger, een diepe reiniger. Daar kan ik nog net uit Duits opmaken. Dan maak je je gezicht nat, je handen droog, je doet erop en je masseert het in en dan wordt het warm. Heel erg lekker. Ook echt zo'n verwenmomentje. En ik heb ook wel het gevoel dat hij goed reinigt. Maar deze kocht ik bij de Action voor 2 euro. En in de kruidvattendrogisterij zijn ze 7 euro. Vind ik toch iets te veel. Ook niet in een aanbieding. Dat geef ik er dan wel niet aan uit. Maar hij was wel heel fijn. Van Freeman. Een anti-stress mask. Dead Sea Minerals. Heel erg fijn. Wil ik eigenlijk wel een keer opnieuw kopen. Maar ik heb nog even te veel maskers staan. Heel erg zuiverend. En maakte mijn huid echt lekker zacht en glad. En hij is helemaal op. Ik heb hem echt helemaal mishandeld en uitgeknepen. En ik zou hem nog open kunnen knippen. Maar als ik zo er doorheen kijk, zie ik gewoon dat er niks meer in zit. Dus hij is echt leeg. Het was een heel dikke substantie. Dus als je die eruit knijpt, dan is het ook gewoon leeg. Op de pop. En dan tot slot nog een scrubcreme. Exfoliant Tea Tree. En deze mis ik nou al. Ik heb nou eentje van Neutrogena. Maar die ruikt niet zo heel erg lekker. Is wel goed. Zit ook salicylzuur in. Hier zit tea tree olie dus in. En deze vind ik toch wel een stukje fijner. Net een stukje grover. De geur is niet zo lekker, maar het is een tea tree. Maar deze koop ik toch wel weer opnieuw als die van Neutrogena op zijn. We zijn er bijna doorheen. Deze nog een doekjesding en make-upjes. Ik begin even met deze, de Balea Razier Gel. Scheergel in normaal, fatsoenlijk Nederlands. Met de pomelo lucht. En ik weet niet of je die roze Fanta kent. Van Fanta het merk dus. Daar ruikt deze precies naar. Ook allebei pomelo. Maar zo lekker zoet. En echt, ik heb hier echt van genoten. Ik vind het jammer dat die op is. Ik kan hem niet meer opnieuw kopen. Maar ik heb nog andere scheergels van Balea staan die ook fijn zijn. Wil ik opnieuw kopen? Kan dus niet meer. Je zag hem net al even voorbij komen. De Carrefour Duo Soft watten schijfjes met aloe vera. De aloe vera heb ik niks van gemerkt. En dit zijn gewoon watten schijfjes. Ik denk niet dat er heel veel van in zal zitten. Het waren van die vierkanten. Ik hoef ze niet per se opnieuw. Ze waren fijn omdat ze groot waren. Maar die van de Hema of van de Kruidvat, die grote doen het even goed. Dus ik koop niet meer opnieuw. Tot slot, make-upjes. Ik heb een opruimvideo online geplaatst. En dan zag je dus al dat ik wat dingetjes wegdeed. Onder andere deze twee producten. Heb ik toen nog uit de prullenbak gehaald, want het lag bovenop. Dus was niet vies. Dit is een NYC liplakker. En op zich is die nog goed. Hij ruikt ook nog goed. Maar ik heb deze gebruikt toen ik een koortslipje had. En ook expres 2 keer deze. Dus dan denk ik, dan kan ik die daarna gewoon weggooien. Vond ik wel heel erg fijn, vond ik heel erg mooi, maar ik heb nog te veel producten liggen. Ik heb ook best wel een eindje opgemaakt, hoor, tot hier of zo. Koop ik dus niet opnieuw. Of misschien ooit een keer. Deze lijkt van Rimmel, maar deze is van Manhattan. Kocht ik in Duitsland. Het is hetzelfde verhaaltje als die, ook ongeveer wel dezelfde kleur. Maar ik vond dit wel een heel mooi kleurtje en hetzelfde verhaal als die van NYC. We zijn er bijna. Ik heb nog 3 mascara's. Deze heb ik heel veel gebruikt. Is niet meer goed. En bijna op. Ook al gewoon uitgedroogd omdat die gewoon bijna op is. Ik heb al een nieuwe in gebruik. Van Max Factor. Deze is van Catrice. Hier was iedereen lyrisch over. Ik vond hem niet fijn. De Lashes to Kill Waterproof. Helemaal uitgedroogd na een paar keer gebruiken. Ruikt ook niet meer goed. Misschien heeft hij gewoon te lang stilgelegen. Of in de winkel al geopend. Weet ik niet. Maar ja, vond ik niet fijn genoeg. En de NYC Skyrise Lengthening Mascara. Deze kocht ik omdat ik eens een keer een lengte mascara wilde uitproberen. Maar ik vind hem niet prettig. En hij is te vaak gebruikt om hem nog weg te kunnen geven. Dus die gooi ik gewoon weg. En dan als allerlaatste heb ik nog een kwast die niet op is. Die niet meer goed is. Maar die kocht ik in de periode dat ik nog Ample Blush droeg. En deze is keihard. Die prikt echt als een gek. En ik snap niet dat ik er ooit fijn blush mee aan heb gewacht. Want de vorm is niet fijn. De structuur, de dingen. Het is allemaal vervelend. En ik gooi hem gewoon weg. Ik denk niet dat ik hier ook nog iemand mee blij kan maken. Want hij prikt. Dit was mijn opgemaakt filmpje. Weer redelijk veel. Oh wacht, ik mis zie dat ik een product vergeet. Deze hebben we ook nog. Die had ik aan de kant gezet. De Aveo Creme Bud Milk en Mango. Heel erg lekker. Rook echt naar persik. Er staat mango op. Maar hij ruikt naar persik.
Ik vond hem heel erg lekker en ik koop hem denk ik alweer een keertje opnieuw als ik weer in Duitsland ben. Maar Duitsland heeft zoveel verschillende lekkere badgeschuimen dat ik die gewoon eerst wil proberen voordat ik deze opnieuw koop. Daar was hij. Best wel weer wat. Ik denk altijd iedere maand, begin of midden van de maand, oh het is niet zoveel. Maar uiteindelijk pakt het dan toch weer best wel royaal uit. Ik wil je bedanken voor het kijken. Zou je alsjeblieft willen abonneren? Hieronder ben ik heel erg blij mee. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!